en catering services. Ik heb al deze mooie witte jas gekregen. Ik ben benieuwd wat we vandaag allemaal gaan doen. Ja, we gaan vandaag catering op een IGA-vlucht brengen. En voordat dat gaat gebeuren, los ik eerst de oude catering van de vorige vlucht. Ik ga deze weer even leeg halen. Deze houden we al. Oh, helemaal goed. Dan ga ik je helpen. Oh. En als je nou benieuwd bent hoe het allemaal in zijn werk gaat, vliegtuig catering, dan kun je het hele proces volgen naar de andere kant van het pand. En dan vang ik je daar weer op voor de volgende vlucht. Ik ben door Barry naar de wasseretten gestuurd. Wat ben jij precies aan het doen hier? Nou, ik ben de trolley, zeg maar, maak ik nu even leeg. Ja. En dan gooi ik alle equipment, bijvoorbeeld glazen, glasrekken, porseleinen, laders, gooi ik dan hier op de bon. Moet ik ook een treetje afruimen? Ja, nou, dan ga ik even helpen. En dit is ook... Ja, dit is gewoon. Ik kan gewoon weg. Weg. En dit ding? Nou, je moet daar erop en dan maak je hem eerst leeg en dan zet je hier op de band. Dat is wel een band. Zo is het eigenlijk klaar. We gaan nu naar een schone afdeling. We moeten hier eigenlijk een haarnetje dragen, plus indien nodig is een baardnetje. Oké, dus dan moet je helemaal ingepakt. Ja, en als je naar de schone afdeling gaat, moet je eigenlijk ook nog je handen wassen. Okay, ben u dus in het schone gedeelte? Hier komen alle schone trolleys en alle schone bestek, schone borden terecht, die ze uiteindelijk in de keuken gaan gebruiken. Ik ben nu in de voorbereidingskeuken. Wij tellen alle producten wat nodig is om een totale bord te assembleren hier af. Wij wegen af en zetten het klaar op de karren. En aan het einde van de blok wordt het geleverd in de voorkant om je borden te maken. Dus stel ze moeten 90 borden maken, dan wegen jullie precies dat af, zetten jullie in de kar en dan brengen jullie naar de keuken. Ja. Nu naar de assemblage met deze, het zijn volgens mij vistartaartjes, gaan we zo meteen het bordje opmaken. Wat bent u precies aan het doen? Ik ben bezig met een business class maaltijd. En die is dus van een sterrenkok, van een Nederlandse sterrenkok. En die maken wij heel volgens de procedure zoals de chef dat heeft aangegeven. Hier maak ik er momenteel 178 van. Okay. Kan ik jou daar misschien ook bij helpen? Dat mag, ja. Het is ook best lastig. Die eieren glibberen nogal in die handschoen. Ja, ze zijn een klein beetje... Hier ontbreekt volgens mij iets. Dagboek, die heb ik bij me. Ik ben nu op de plek waar de treetjes opgedekt worden. Hier zitten ze allemaal aan de lopende band, één voor één alle dingen op het treetje te zetten. En ik ga zo meteen ook het gerecht, het bordje wat ik net heb opgemaakt, ook op het treetje zetten. Dit is het bordje wat ik dus mee klaargemaakt heb. Laatste. Een beetje vermaakt in de keuken. Ja, was leuk. Okay. Ja, heel cool. We gaan doen de 875. Ja. Dat is een Boeing 777-200. En die gaan we nu inladen. Ja. Barry, waar gaan we nou naartoe? We gaan nu naar Fox 6. Daar staat onze toestel klaar. Oude livery nog? Met de uit te halen en in te doen. Nou, zo'n voorkantje is dit. Daar ben ik ongeveer, nou, neem het ruim een half uurtje mee bezig. Keer ik hem even. Altijd voorzichtig. Volgens mij die trolley die jij nou net aan boord brengt, volgens mij heb ik dat bordje klaargemaakt in de keuken. Oh, zullen we eens kijken? Kunnen we eens kijken? Dit was de laatste volgens mij. Het vliegtuig is geketerd. Deze 777 is klaar voor vertrek. See you at Schiphol!